Hey owners, Rodi hier en ik ben op dit moment in een Minecraft 1.8 wereld. En ik ga niet Minecraft 1.8 laten zien in deze aflevering, maar ik ga het met jullie hebben over Bucket. De Minecraft server die eigenlijk mogelijk maakt om allemaal custom plugins te maken. En daar is de laatste tijd nogal veel mee aan de hand, of mee aan de hand geweest. En ik dacht, laat ik gewoon even een video maken over wat er nou precies er aan de hand is met servers, met Minecraft 1.8. Naast natuurlijk het EULA Minecraft ding wat je met doneren en zo. Dat staat er nu helemaal naast, een beetje, soort van bijna helemaal naast. Maar ja, wat is nou eigenlijk precies aan de hand? Er is namelijk een persoon bij Bucket aan het werk geweest om dus een Bucket beter te maken natuurlijk, wat we allemaal natuurlijk willen. En die persoon heeft nu laatst heeft hij een copyright claim ook wel ervoor gezorgd dat de Bucket niet meer vrijgegeven mag worden om te downloaden. En dat betekent dus dat Bucket dus gewoon niet meer verder kon bestaan. En ja, dat heeft natuurlijk heel veel impact op microservers, omdat eigenlijk volgens mij 90%, misschien wel 95% of meer procent van de servers Bucket draait. Of in ieder geval een gedeelte van Bucket. Je hebt natuurlijk ook Spigot, waar wij er natuurlijk op draaien, maar dat zit eigenlijk in Spigot, zit Bucket. Dus laten we gewoon even bij Bucket houden. En die persoon heeft dus voor gezorgd dat Bucket eigenlijk moest stoppen. En dat klinkt wel stom, maar hij heeft natuurlijk ook wel zijn eigen reden. Want 2 jaar geleden ongeveer heeft Mojang Bucket overgenomen. Bucket is eigenlijk op papier van Mojang. En waar hij dus een beetje achter is gekomen is dus dat hij dus 2 jaar lang heeft gewerkt. Waarom staat hij in de fik? Maar goed, hij heeft 2 jaar lang gewerkt eigenlijk gratis voor Mojang. Dus Mojang heeft allemaal geld gewoon in de zak gestoken en heeft dus gratis voor gewerkt. En daar is hij dus nu ook onder andere met de Minecraft 1.8 update eigenlijk een beetje oneens mee geworden. Omdat dat heeft er dan wel weer een beetje mee te maken, maar niet helemaal. Maar daar is hij dus oneens. En nou heeft hij dus ervoor gezorgd dat Bucket niet meer mag functioneren met zijn code, om zo maar te zeggen. Dus wat er nu moet gaan gebeuren is dat Mojang heeft al gezegd dat dat ze er zelf aan gaan werken aan Bucket, maar niet zelf. Dan denk je, oké, hoe kunnen ze dat doen? Nou, de mensen die bij Mojang werken, die gaan dus wel aan Bucket werken, maar niet als opdracht van Mojang. Dus Mojang blijft er helemaal los van. Daar willen ze ook voor zorgen dat het gewoon een open project blijft, wat ook natuurlijk gewoon het beste is gewoon voor zo'n project, omdat het gewoon allemaal gaat om mensen die allemaal plugins maken. En je moet gewoon allemaal open blijven, zodat iedereen erbij kan, iedereen aan kan doen en laten wat hij wil. Zodat Minecraft gewoon nog steeds het beste spel ooit blijft natuurlijk. En hoe gaat het nou verder? We moeten dus eigenlijk gewoon wachten totdat Minecraft 1.8 geüpdate wordt. Of in ieder geval Bucket geüpdate wordt voor Minecraft 1.8. En wat zie ik hier? Ik zie hier konijnen. Ik heb die echt nooit gezien. Het is gewoon de eerste keer dat ik ook Minecraft 1.8 speel. Maar we hebben dus konijnen. Super vet, super vet. Maar ja, we moeten dus wachten tot Minecraft 1.8 geüpdate is. Ja, voor die Bucket geüpdate is voor Minecraft 1.8. En dat kan nogal even duren. Aangezien ze niet hebben gezegd hoe en wat. En ik weet ook niet precies 100% hoe het ervoor staat. Ik weet dat ze ermee bezig zijn. Maar er moeten dus wel codes worden herschreven. Omdat die andere persoon daar recht op heeft. Aan de ene kant vind ik dat hij gelijk heeft, aan de andere kant ook weer niet. Want ze hebben natuurlijk duidelijk aangegeven dat ze het over hebben genomen. En dat het nog steeds, het blijft een open source project. En het is eenmaal zo. Dus ja, we moeten gewoon wachten totdat Minecraft 1.8 gewoon geüpdate wordt. En ik wilde eigenlijk wel al eerder open met de main world. En natuurlijk zijn we ook nog steeds op zoek naar bouwers. En ik heb er al een aantal gespot die al heel goed bezig zijn. Dus die gaan er binnenkort. Ga ik ook een video maken daarover. Om daar natuurlijk bekend te maken wie nieuwe builders zijn. En we zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar nieuwe builders.
En dus maak nog steeds gebouwen. Ik blijf nog steeds kijken. Dus ze zijn al bezig met de nieuwe steden. Die zijn er al, volgens mij nu al vier steden. Ja, vier steden zijn ze al mee bezig. Dus dat gaat allemaal lekker. Misschien zijn we dan wel met de mainboard wel open als Minecraft 1.8 echt uit is. Dus we zullen gewoon even afwachten hoe en wat. En bedankt voor het kijken. En hopelijk hebben jullie hier wat meer informatie over het debacle rond Bucket en Minecraft 1.8. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende Out video.